Hallo en leuk dat je intuned op mijn kanaal, op mijn filmpje. Voor de nieuwe volgers onder ons, mijn naam is Jennifer van Jennifer's Healing Praktijk en ik begeleid mensen 1-op-1, vooral vrouwen 1-op-1, om hun eigen energie beter te leren kennen, hun energiefrequentie te verhogen met alle prachtige gevolgen van nu. Ik werk met kaarten, ik doe de readings, heb ik nog een aanbod van de energy reading staan. Mocht je interesse hebben, ook naar aanleiding van dit filmpje, want dit zijn altijd filmpjes die ik doe om de energie collectief voor ons wat meer duidelijk te maken. Kijken wat ze ons willen vertellen, hoe we er beter mee om kunnen gaan. Maar iedereen heeft altijd wel weer een persoonlijke aanpak nodig. Dus mocht je voelen om de verdieping in te gaan met mij, dan kan je altijd hier beneden in de omschrijving kijken wat ik weer in de aanbieding heb voor je. Verder, ik wil deze film opnemen. Ik wil dit filmpje opnemen. Vanwege de lente-equinox die op de deur komt kloppen, zaterdag 20 maart, is het de lente-equinox. En de equinox houdt in dat het even lang dag is als nacht. De zon staat recht, loodrecht boven de evenaar. Dat is eigenlijk ook de astrologische inwijding van de lente. En de lente komt eraan, we voelen het, we merken het aan alles, aan heel de energie en de vibe. Er is een stukje qua energetisch waar we wel mee aan de slag kunnen gaan. Het is een tijd van een nieuw begin. Als we een nieuw begin willen maken, hebben we altijd wel weer iets los te laten. En ik wil hier met jullie nu gaan kijken van oké, wat is dat nieuwe begin? Waar mag ik naartoe bewegen, maar wat mag ik loslaten om daar te komen? Oké. Dat is dus ook gelijk mijn intentie. Ik pak direct mijn vraaggidsendek erbij om vanuit deze intentie 3 kaarten te laten ontstaan of meer als we dat willen geven. En vanuit daar heb ik nog andere decks die ons kunnen assisteren bij deze intentie. Deze was ook omgedraaid. Dan nog eentje, of deze twee die eruit kwamen, of dat één is, of dat twee zijn. Dus laten we even kijken of er toch nog een kaartje uitkomt. Ja, oké. Ja. Deze twee kwamen bijna tegelijkertijd. Lijden en beperking. Nou, dat voel ik waar we waarschijnlijk ook, waar het om gaat. En waar het om gaat is dat we dit los mogen laten. Het lijden, het stuk fysieke, misschien ja, we zitten ook in die coronatijd, dus het is ook al, heeft misschien ook heel erg fysiek en in deze tijd, dat je fysiek ziek kunt zijn, het lijden. Maar het kan ook zijn dat je jezelf, dat je lijdt door, want hier diegene knielt ook, door jezelf via de beperkende gedachten in een leidende stand te houden. Jezelf als leidend voorwerp te maken, daar moet ik ook nu opeens aan denken. Dus dan ga je ook een beetje in het slachtofferrol zitten. Let op, pas op voor slachtofferrol. Slachtofferrol is altijd vanuit de driehoek, slachtoffer, redder en dader. En op het moment dat je in die driehoek zit, dan is er eigenlijk nooit echt een prettige uitweg. Tenzij je dus jezelf verhevend boven dus uiteindelijk die driehoek en de dingen hield in jezelf die geheeld mogen worden. Beperkende overtuigingen. Je zet jezelf als het ware, je hogere zelf, vast in je hoofd. En je ketent jezelf door middel van dus die beperkende gedachte. Je wil ergens naartoe, je wil het nieuwe begin maken. Maar je zet jezelf letterlijk op slot. Dat je dus niet kan komen waar je dus wenst te komen. Waar jij werkelijk ook meant to be bent om te zijn. Of... We hebben altijd ook nog steeds de wet van vrije wil hier. Dus we hebben altijd vrije keus. We hebben een bepaald pad wat we af mogen leggen. En alle overvloed en alle rijkdom is altijd voor ons daar. Daar hoeven we nooit op te wachten. Alleen, we hebben bepaalde beperkingen die wij eerst moeten overwinnen. Om dus te komen waar we mogen komen. En die beperkingen overwinnen, daar gaat het nu helemaal over. Om jezelf echt je ware zelf er te laten zijn.
Dus het lijden, daar kan je misschien in zitten of heb je in gezeten. Dat wordt veroorzaakt door ook beperkende gedachten, beperkende overtuigingen, die je als het ware in een lage energie houden, een lage trillingsfrequentie. En je moet denken dat wanneer we naar de schaal van de trillingsfrequentie kijken, op het moment dat je in angst zit of in lijden, nou, dan zit je echt een beetje beneden. Maar des te hoger je gaat, dan ga je op een gegeven moment zelfs ook naar boosheid heb je ook nog, hè. Depressie is echt helemaal beneden. En daarna ga je steeds meer naar een neutrale plek. En dan word je hoopvol. En dan gaat het steeds hoger naar joy. En naar onvoorwaardelijke liefde. Als tweede kaart. Ontbering. En je ziet hier iemand met hier die een gat hier heeft. Gat hier. Als het ware bij het hart. Dus dat daar een gat is. En eigenlijk hier een bordje waar zit er iets op? Misschien één boontje of zo. En dan in een doos. En er is altijd hulp. Dit wil je laten zien. Er zijn altijd lieve gidsen die jou begeleiden, die jouw wensen begeleiden. Lieve helers, helpers. Alleen jij kijkt alleen maar, kijk, diegene kijkt ook echt alleen maar naar wat er niet is. Wat die heeft op het bord. Maar niet omhoog naar de heling die wordt gestuurd en daar op de focus te leggen, op die mooie energieën, maar te kijken naar ja, de soberheid hier. Het is ook dus beperkende overtuigingen, het denken in gierigheid misschien, denken in dat er nooit genoeg is of dat wat jij wenst te behalen, dat het er niet zal zijn. Iedere keer rood staan op je bankrekening. Iedere keer die struggle aan te moeten gaan financieel. Die beperkende overtuigingen. Maar richt je aandacht eens een keertje naar boven. Probeer een keer echt die stap te zetten om eruit te komen. Om dat patroon te doorbreken in jezelf. En dat kan je alleen maar doen door eerst echt goed op te schrijven wat het nou is wat jij voelt. Waar jouw beperkingen liggen omtrent. Het leven dus wat je wenst te leiden. Want wat, als we ergens in een situatie zitten wat we niet willen, waar we niet gelukkig in zijn, dan weten we eigenlijk heel goed waar we wel naartoe willen bewegen. En schrijf dat op en schrijf vervolgens op wat dat dus is wat jou tegenhoudt. Waarom heb jij het idee of waarom heb jij de overtuiging dat jij daar niet kan komen of daar niet mag zijn? Om jou dus verder daarin te helpen, is een stukje eigenwaarde. Eigenwaarde, hè, dan zien we dat dat gat wordt opgevuld door je eigen hart, door je eigen liefde. Je hebt je gedachten naar boven gericht. Dus die engel kan zijn vleugels om jou heen slaan. Om jou te helpen te helen. En vervolgens jouw hart, jouw energie te delen. En een voorbeeld te zijn voor velen. Heel stom dat dit rijmt, Mike. Dit wilde ik zo zeggen. Okay. Eigenwaarde heeft nog meer te maken met, ja, je mag je standpunt hebben. Ja, je mag voelen wat jij voelt. Maar deel het open en eerlijk. En probeer zo open mogelijk en eerlijk mogelijk te delen wanneer je denkt dat het goed is. Sommige dingen moet je voor je houden. Sommige dingen moet je delen. Op het moment dat er conflict ontstaat, is het eigenlijk vaak beter om dus te delen. Om je energie te delen, niet vanuit angst. Dus eigenlijk als je weet wat jouw intentie is, dan kan je heel goed weten of jij wenst te delen, ja of nee. Want als jouw intentie is om, of als jouw energie, als je nog voelt van, ja, ik doe dit toch vanuit angst. Dus bij wijze van spreken, je wil, nou, even een voorbeeld waar ik nu ook pas geleden als voorbeeld in mijn podcast ook had gebruikt. Een situatie onlangs. Je wilt je baan opzeggen. Maar dat betekent ook je vastigheid opzeggen en je wil misschien iets voor jezelf beginnen of je voelt gewoon aan alles, dit werkt niet. Ik heb echt even de tijd nodig om te bedenken waar ik heen moet. Kijk, die baan opzeggen, als dat inderdaad de bevrijding geeft, dan is dat wel de stap die je mag zetten, ja. Maar wanneer je te veel in die beperking blijft en je gaat het toch doen, dan zit er te veel de trilling van angst in. En dan blijf je in die angst. Dus dan heb je de nieuwe stap gezet, maar nog steeds met één voet in dus de realiteit van, oh, maar nu heb ik geen vastigheid meer, nu heb ik geen vast inkomen meer. En dan blijf je iedere keer dat manifesteren, omdat dan kijk je dus iedere keer weer naar beneden en kan je dus niet naar boven kijken. Okay, dus ik hoop dat je snapt
wat ik wil zeggen, zodat jij ook begrijpt welke stappen je mag zetten en wanneer dat goed voelt. Op het moment dat jij dus je intentie helder hebt, dan weet je wanneer je bepaalde stappen mag zetten om dus te delen of niet te delen. Ik ga ook inderdaad op het stukje van, hè, inderdaad nieuw begin. Ik wil heel even verder voelen hoor. Dus wanneer je dat nieuwe begin wil zetten. En wanneer je echt wenst te delen. Wanneer je in harmonie wenst te zijn met jezelf. Zijn er bepaalde dingen die je los moet laten. Maar ik heb het nu van die twee dingen. Van dat delen en eventueel met werk als voorbeeld. Maar dit kan ook wel heel erg simpel zijn door middel van voeding. Als jij heel erg... jezelf in een cocon en dan iedere keer slecht eten, te veel suikers, te veel, nou ja, whatever, lage dimensie eten, lage intentie dus, hè, om niet meer bewust zijn van je eten, dan kan het ook wel heel goed werken om die stappen te zetten van oké, naar een gezonde, bewuste voeding, weten wat je eet, weten wat je drinkt, intenties daarin zetten, bewuster bezig zijn, liefde erin te zetten. Gewoon bewustwording. Het draait allemaal om bewustwording. Want bewustwording haalt je in het hier en nu. En het hier en nu haal je dus naar voren. Wat er naar voren mag komen. Om voor jou te zien. Om de stap te nemen. Naar dus jouw intentie. Naar dus de licht en harmonie en liefde. En zet die intentie ook iedere dag uit. Wat jij wenst om te voelen. Te zien. Te horen. Te doen. Zet iedere dag de intentie uit. Want dat is waar je dus naartoe gaat bewegen. Ik laat ze heel even liggen. En ik ga eigenlijk, want we hebben het toch wel een zwaar stukje, hè, dat lijden, beperkingen. En ik heb ook een podcast over opgenomen, Ho'oponopono. Dit is het deck van mijn moeder, die heb ik even geleend. Ik vind het een heel mooi deck. Deze heeft me heel erg ook geholpen in het stukje met, toen ik ook met Aisha, die is nu 7 maandjes. Maar toen ik daar ook het stukje transformatie, was daar soms niet altijd even soepel. En toen heb ik heel veel gehad aan Ho'oponopono. Om daar toch weer verbinding mee te maken. Het genezen van jezelf. Het zijn eigenlijk 4 simpele zinnen. Dat is, ik weet niet of ik het in de juiste volgorde gelijk zeg. Maar het gaat in ieder geval om de gist of it. Dat is, het spijt me, vergeef me, dankjewel, ik hou van jou. Ik laat even ontstaan wat er mag ontstaan van het Ho'oponopono deck. En dan gaan we even kijken wat daarin staat. Om jou dus te helpen, om ons te helpen om uit het lijden stukje te komen. Uit dat wij geen lijdend voorwerp meer zijn. Dat we onze beperkende gedachten mogen helen. Voor dus het nieuwe begin. Ik weet niet of het zo, deze deck zo werkt. Of dat ik eigenlijk eentje moet kiezen. Ja, ik moet er eentje. Oké, ik moet er eentje kiezen. Nou, dat is ook maar weer wat je voelt welk deck anders is. Deze. Het spijt me, vergeef me. En dan zien we de deur van een nieuw begin. Vergeef jezelf. Maar vraag ook om vergiffenis. Voor jezelf. Zeg ook soms het spijt me. Het is niet erg om ook een keer fout te zitten. Het is niet erg om een keer... wanneer zitten we eigenlijk wel goed? We kunnen in principe nooit op die manier ergens 100% zeker van zijn. Alleen wat voor jou wel 100% zeker is, is hoe je erbij voelt. En als er uiteindelijk alleen maar lijden uit voortkomt uit wat jij denkt, uit jouw beperkingen, dan is het toch tijd om vergiffenis te vragen. Het spijt me, vergeef me. Om dus weer een nieuwe deur te openen, om uit die patronen te doorbreken, om door die patronen heen te gaan, om patronen te doorbreken. Want als je doet wat je altijd deed, dan krijg je wat je altijd kreeg. We moeten ook eerlijk zijn naar onszelf, van oké, hoe is mijn leven, hoe gaat mijn leven, hoe zijn de situaties met de mensen om mij heen? Zit daar een bepaald patroon in? Heb ik vaak ruzies? Heb ik vaak het gevoel dat ik niet gehoord word? Heb ik vaak het gevoel dat ik alleen maar voor anderen aan het rennen ben? Of misschien, hè? En ik heb negatieve voorbeelden omdat het gaat natuurlijk over het lijden en beperkingen. Dus waar stoot jij een beetje tegenaan? Of is het op je werk? Loop je iedere keer dat je iedere keer een baan aantrekt dat net niet goed genoeg is voor jou? Of waar je net niet je ei in kwijt kunt?
Ga kijken wat dat is en vraag daar vergiffenis op. We gaan even kijken of dat Hope and Open Up boekje, want die heeft altijd wel mooie teksten ook erbij, die ons misschien kunnen helpen. Oh, hier is die. Even kijken. Ja, het spijt me. Vergeef me. Als je tegen de goddelijkheid zegt, vergeef me alstublieft, dan is dat niet omdat de goddelijkheid dit wil horen, maar omdat jij de goddelijkheid wil horen. Dat is ook zo'n quote. Vergeving is een geschenk dat je aan jezelf geeft. Door middel van vergeving gaan we ons bevrijden uit de gevangenis van oordelen, overtuigingen en meningen. We geven onszelf de kans om het beeld dat we hebben van de ander of van het probleem te veranderen en we gaan dit uit liefde voor onszelf doen. Het spijt me, vergeef me. Met deze woorden zetten we het proces van openstellen en innerlijke verandering in werking. We beginnen met erkennen dat we verantwoordelijk zijn voor alles wat er in ons leven gebeurt en we drukken onze spijt hierover uit. Net zoals wanneer we iemand per ongeluk omver lopen en we tegen hem of haar zeggen, het spijt me, vergeef me. Nou, ik als ik iemand omver loop, zeg ik niet overgeef me. Maar wel, oh sorry, ik heb niet opgelet of zo op die manier. We vragen vergeving voor al onze verkeerde gedachten. We offeren al deze oordelen, meningen en overtuigingen op. We beseffen dat onze geest die hele geschiedenis heeft gecreëerd om ons te beschermen, om ons te behoeden voor de pijnlijke gevoelens van deze ervaring. Welnu, we waren vergeten dat we juist daarom op aarde gekomen waren om de dingen te ondervinden. En dat vind ik ook wel inderdaad heel mooi. Het is, we kunnen in een stukje lijden zitten, we kunnen een stukje beperking zitten. Maar het is niet dat we fout bezig zijn. Het is ook het leven, het universum. Ik heb een podcast opgenomen met mijn man en die zei dat ook heel mooi. Hij had dat ook pas geleden daarover met zijn vrienden. Het universum die leert of die ontwikkelt of groeit door middel van ons. En dat zeg ik ook vaak in de voorgaande podcast. Wij zijn er voor de expansie van het universum. Maar dat betekent dat we ook gewoon alles moeten doorleven. Alles heeft een polariteit. Alles heeft een positief en negatief. En op het moment dat we iets hebben ervaren, ook het niet leuke, dan weten we wel waar we naartoe willen bewegen. Dat hebben we ook wanneer we positieve dingen ervaren. Maar omdat wij emotionele wezens zijn, zijn gewoonweg ook de negatieve dingen het krachtigst om juist die transformatie in te zetten. Maar houden ons ook wel weer beneden. Want op het moment dat je ergens in blijft hangen, of dat je ziet van ja, ik heb eigenlijk altijd conflicten met anderen. Of ik loop altijd weg uit conflict. Omdat ik heel erg conflictvermijdend ben. Of omdat, weet je, dat is ook heel mooi. Het innerlijke kind is heel mooi. Vraagt ook vaak heling van ons. Of mag er juist komen voor om juist wat meer van de wereld te zien. Of wat meer te ontdekken in de speelsheid. Maar het kan ook dat stampende, drammerige kleine kindje zijn. Die zijn zin even niet krijgt. En zijn of haar zin wil doordrammen. Ja, dus dat is ook, hoort ook bij het innerlijk kind. Dus waar zit je op dat moment in en waar mag jij licht opzetten om dat echt te verlichten en dat dus naar de hogere dimensies te sturen, om daar dus juist de inzichten over te krijgen. Als je deze kaart hebt getrokken, nodig die jou uit om de binnenkant van jezelf op te zoeken. Begin met het aanvaarden van dat wat pijn doet in jezelf. En de eerste pijn komt van jouw gevoel van verwijdering. Het spijt me. Je voelt pijn omdat je alleen en verlaten voelt. Je hebt het gevoel dat je ver van de anderen staat en van de bron die aan de oorsprong van alles ligt. Nou, en vergeef me. Je vraagt vergeving voor deze fout en je verontschuldigt je voor het vergeten. Maar de vergeving zet je in de eerste stap. Nou, en dan wordt er nog meer gezegd. Dus ik denk dat dit ons allen weer heel erg helpt om die opwaartse spiraal op te gaan naar het stuk waar we naartoe wensen te gaan. Ik wil nog een dek even pakken. En ik pak nu het aartsengelen dek erbij van Doreen Virtue. Ik weet dat sommige van jullie hem namelijk ook hebben, maar vind ik het eigenlijk ook wel leuk om het te gebruiken. Want wie weet trek je in de aankomende periode dan misschien toch diezelfde kaart weer terug ofzo. Okay. Okay, dit is wel heel leuk.
groeten uit de hemel. Misschien hebben een paar van jullie, of misschien zijn er mensen die onlangs of een tijd geleden mensen hebben verloren vanuit het fysieke. Worden daar onlangs heel erg naar getrokken of hebben daar veel verdriet op zitten. En dan wil deze kaart sowieso bij uitstek zeggen dat het allemaal goed gaat. En groet uit de hemel, je krijgt groetjes. Nee, maar dat het goed gaat. Want op het moment dat, dat we heen gaan, dat we overgaan, onze ziel gaat weer terug. Dus onze ziel kent vele facetten en sommige facetten kunnen hier wel degelijk ook nog zijn. Daardoor kunnen we contact ook hebben met overledenen en met dus hun karaktereigenschappen die ze hier op aarde in dat leven, in dat specifieke leven tot uiting hebben gebracht. Maar het grote gedeelte, de ziel gaat gewoon weer terug, is terug en die bereidt zich voor op eventueel een ander leven, een volgend leven. Of die doet, nou ja, we weten niet wat het hier namaals brengt. Maar het gaat goed en ze willen dat je open staat om te ontvangen. Dat is ook natuurlijk weer vanuit die ontbering. Er wordt zoveel licht en er wordt zoveel liefde toegezonden. Maar op het moment dat jij je daar toch niet voor openstelt, of daar door middel van in het lijden te zitten jezelf daarvoor afschermt, of in die beperkende overtuigingen, ja, en dan kunnen ze ook niet veel doen. Dit gaat niet alleen over, merk ik, over overleden mensen. Dit gaat ook gewoon over gewoon je gidsen. Die heb je, de goddelijke helpers, helers om je heen. Ze zijn er voor je. Ze zijn er voor je om dus om je te helpen te helen. Troost. Geef dus je zorgen over. En we hebben zorgen die heel erg aan de oppervlakte liggen, maar op het moment dat je die opschrijft, komen er geheid ook nog wat andere zorgen naar boven waar je mee zat of die jou dus beperken van hetgeen waar je naartoe wenst te gaan. Dus zorg dat je dat overdraagt en zorg dat je open staat voor die heling. Dat is nu eigenlijk gewoon deze periode, deze aankomende week. Over 2 weken is het, volgende week bedoel ik, is het weer volle maan en dan hebben we weer een andere energie die ons daarbij kan helpen, dus met het stukje loslaten. Maar bereid je daar deze week dus nu al op voor. Ga er alsjeblieft mee aan de slag. En dan, de ideeën die je hebt, ga die dan ook, dan is het ook oké om die voor te zetten, om die aan te gaan, om die ideeën die je nu al hebt, om die stappen te ondernemen. Maar de ideeën die je nu hebt worden ook steeds scherper en duidelijker. En de stappen die je moet zetten, die worden ook verzacht. Want soms hebben we een idee, net zoals even dat voorbeeld, die baan opzeggen. Nou, dat voelt dan op dat moment echt als echt een hele grote stap. En op het moment dat je daar meer heling op zet, op die perkende overtuigingen, dan heb je misschien opeens het idee, oké, laat me maar gewoon eerst het gesprek open en eerlijk aangaan. Me bevrijden van die beperkingen, dat er misschien tegengewerkt wordt. En ga dat gesprek open en eerlijk aan. En dan zal je misschien opeens op andere ideeën, of dat er toch een bepaalde soort samenwerking komt, die dus maakt dat bepaalde wensen en ideeën van jou toch tot uiting komen. Maar ook gewoon nu, ja, ga er echt, laat het ook een bevestiging zijn, dat op het moment dat je nu ook bezig bent met plannen voor de toekomst, dat je waar je naartoe wenst te gaan, dat het echt goed is. Weet je wel, hoe praktisch of onpraktisch het misschien ook is, maar ga ermee aan de slag en werk het uit. Dus nog niet de tijd van echt directe actie. Eerst echt nog die voorstapjes doen. Van dus het zorgen dat het pad er naartoe zo veel mogelijk opgeschoond is. Eerst even gewoon die frisse wind door je huis heen laten gaan. En dan, dan kijk je wat dat verder ook weer brengt. Ik wilde nog wat delen, maar dit is goed zo. Dit is goed zo. Mocht je dus verder nog vragen hebben naar aanleiding van het filmpje, of dat je wenst van nou, ik ben hiermee aan de slag gegaan, maar kan je alsjeblieft nog een reading doen voor, op dit specifieke onderwerp, hoe mensen daar in het algemeen mee om kunnen gaan, dan kan ik ook weer zo'n algemene reading doen op die situatie. Je mag die situatie ook naar me mailen of via een ander kanaal even persoonlijk benaderen. En anders laat het hier in de comments achter. En dan kan ik kijken wat ik voor je kan betekenen. Even denken. Ja, ik wens je echt een hele fijne lente-equinox, dus 20 maart. En zorg dat je dan ook lekker ook de dingen, misschien de lente-energie, in je huis brengt. Door middel van een bloemetje, door middel van even je gordijnen alvast te wassen bijvoorbeeld. Even die frisse lente-energie erin zetten, zodat je ook met liefde in je hart
En met veel meer luchtigheid, toch met de zware onderwerpen aan de slag mag gaan. Ik wens je heel erg veel succes toe. Dank je wel voor het kijken. En als je nog niet geabonneerd bent en je wilt op de hoogte worden gehouden van de filmpjes die ik uitzend, dan zorg dat je even abonneert. En hartstikke leuk als je wel even liked, mocht je dit een fijn filmpje hebben gevonden. Dank je wel voor je aandacht en je tijd. Tot de volgende keer. Namaste. Doei doei.